Na de expedities van de lemmings in de oerbossen van Zweden, de Canadese Rocky Mountains en de eindeloze meren van Lapland, hebben de lemmings zich nu gericht op de volgende uitdaging. De jungle van Borneo, waar de lemmings het doel hebben om per opblaasbare kajak een ongebaand traject van 120 kilometer af te leggen van Bario naar Long Berwang, in het hart van Borneo. If you like the jungle trekking, you go to Mulu. Okay. Yeah. Or you go to Bario. Bario. You go on to Bario. 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 In Kelebit Highlands. Yeah. For jungle trekking. And those women who stay in Bario, Batlala, they are beautiful ladies. Oh yeah? That's good. Yeah. Good to hear. Yeah. Hey, lemmings forever! Sungai, Dapur, training camp. We zijn allebei in battle outfit. Dit is hier ziet er perfect uit. Dit is de Sungai Dapur. Dit is waar we beginnen morgen. Dan we krijgen vandaag een introductie. Een soort van course. Over vissen. We hebben gevraagd of we informatie konden krijgen over hoe ze hier vis vangen. Wat een bones? No bones. Boneless. Boneless fish. That's good. Welke planten ze hier eten? Ja. Yeah. Find a big one? Ja. Yeah. That's good. Ja, yeah. Radish will be our guide for today. Right, Radish? You're gonna teach us how to catch a lot of fish so that we can survive. Yeah. So this is getting dangerous here. And until here, it's fine. No, no, not good. Not to say dangerous, but not passable. Not passable. Right. Okay. The chances. 50-50? No? More? Less? Less than 50. Yeah? Less than 50%? I'm not going to give up. No,
Giving up is not our style. Give up on the second rapid. And that's the good thing, we can get out, you know? We get out and we carry. Even though leper or you take or boat, what do you do with when it's flooding? Very strong current. Strong currents. Yeah. What do you do? You wait. You wait a day. We wait a day. Right, side, yeah. Huh? Side, huh? Yeah, yeah. Now the thing is to be very careful. If it doesn't look good, we wait. Mm-hmm. Yeah. Okay. Or we walk around. Okay. Nobody has ever made it to Longbale. Over the river. Everybody gave up. Right? Ja, zooi. We zijn echt wel erg door een andere pak. Ik krijg het niet echt hoor. Nee. Football. Ready to go. Football. Nervous? It's okay. I hope we float, man. Yeah, I really do. No, we will. Definitely. Okay, ready to go, folks. Bye-bye. See you later. Zijn we dan op de visplek van gisteren. Hier hebben we een tijdje gevist met maar verder zijn we niet geweest. Die kant op zijn we nog nooit geweest. Dus als je daar kijkt, onbekende jungle voor ons. Daar? Allemaal onbekende jungle inderdaad. En daar komen we vandaan. En daar is de kajak. En daar? De whisky. Dat is de whisky. En die gaan we nu eventjes machtig maken. Zo. Jezus. Fucking stress. Ja, een beetje eng is het wel. Ja. Het is wel, we zijn toch overvallen door het donker. Terwijl we echt de hele dag erover hebben. Want we gaan vroeg kamperen. Ja. Meteen alles regelen. Moest je de hangmat nog opzetten. Die hammocks in het donker hebben we dat gedaan. En je wil niet weten waar. Midden in de jungle. Ja, dat is echt midden in de jungle. Here we are. In de jungle, ho. Zo. Niet in de hammocks. Een knus bij elkaar. Yep. Ja, we hebben op de AM. Hebben we nog wat ontvangst? Ja, harde gewoon Chinese herrie. Ja. Maar we zijn het meest bang voor. Voor jagers. Ja. Er zijn niet heel veel jagers in de buurt. Met onze boot die eruit ziet als een krokodil. Achteraf is dat ook weer niet zo'n hele goeie. Dat er opgejaagd wordt hier. Nice.
hebben we hem weer. Voetrot! Onze oude vriend is er terug. Auw. En het doet pijn, dat is wel kut. Losvoet. Weet het? Ja, losvoet, ja. Ik denk het wel. Oh, oh man, het ziet er echt ranzig uit. Ja, weet het. Hou je veel zo. Auw. Goed inzoomen. Paul is bezig met de rijst. Gaat hij lukken, Paul? Uiteindelijk waarschijnlijk wel, ja. Hoe zit met de vis? Ja, dat gaat niet zo goed lukken. Heb je het een beetje gehad, Paul? Wat zei je? Heb je het een beetje gehad? Wie? Huh? Jij? Nee, joh. Jij? Nee. Dat dacht ik even aan je stem te horen. Nee, helemaal niet. Alles kost gewoon veel moeite. Niet even op instellen. Toch? Yep. Dag 3. En het is het tweede kamp. Ik ga Paul even wakker maken. Paul ligt in zijn cocoon. Paul! Die stinkhol zou ik bedoelen. Zijn cocoon met onze kleine eigendommetjes. In zakjes. Je hebt het mooi georganiseerd. Riempje. Zakje. Lampje. Het ziet er gezellig uit. Ja, toch? Ja. Heel gaaf, hè? Het ziet er heel gaaf uit. Het heeft een heel klein beetje geregend, maar niet heel veel. Dus echt, het blijft wel heel goed droog. Het gaat echt super. Het ligt echt super zo'n hangmat. Vooral als je gewoon goed gespannen is. Oké, nog steeds ochtend van dag 3. En het gaat nog steeds lekker. De jungle is niet zo heel bedreigend voor ons op een of andere manier. Hè? Nee. Het voelt wel een beetje vertrouwd. Ja. Eigenlijk. Het is echt, je voelt je gewoon op je gemak. Ik had het niet verwacht van tevoren. Ik dacht dat ik er bang voor zou zijn. Nou, bang. Maar. Ja, precies. Misschien is het naïviteit. Het zijn wel famous last words, inderdaad. Ja. Alleen dat zeggen we nu weer bij daglicht. In het donker is het toch iets kutter allemaal. Ja, en toch valt me dat ook mee. Ja, ik weet het. Voelt wel goed. Zijn we de apies? Het wordt nog steeds wilder water, hè, Paul? Ja, inderdaad. Met de natuur ook. Wacht, eens kijken. Ik zag net ook hoe blaren bewegen daar, dat is ook apen. Worden ze ook schreeuwen net? Het is echt te mooi voor woorden, dit. Een zwempje. Dank je. Ja. Is dat zo? Wat is het? Geen idee, man. Een aap? Een koeger. We kruisen. Dat is kamp 2. We hebben vandaag gedaan, tot aan. Daar. Hier is het nu even. Met mijn vinger. En dat valt best wel tegen. Dit stuk laat het vandaag goed tegen. Het is super zwaar. Ja. Het zijn van die rapids. De stroomversnellingen waar je gewoon... Ja, er wordt gewoon door de stroming tegen takken en rotsen aangeduwd. Precies. Je hebt geen keus. Nee. Je moet wel. Je moet gewoon heel snel eigenlijk een route kiezen. En
we hopen dat hij goed zit. Maar soms zit hij gewoon niet goed. Te snel reageren soms. Ja, ja precies. Maar we hadden echt een enorme dip. Een eiwitdip. Een glucosedip. Behoorlijk. En ik heb nog geen koffie op vandaag. Dan zie je meteen dat we de paar rappers gewoon fout nemen achter elkaar. Precies, ja. Want daarvoor, in het begin van de dag, ging het eigenlijk super. Hadden we dezelfde soort rapids, maar we knalden er keihard doorheen. Ja. Zeker weten. Lekker nazi goreng. Lekker man. Ja. En lekker heerlijk koffie na. En dan wat groente erbij ook. Ja. Super man. We hebben de restant van de kruidenmix hebben we gewoon lekker leeglopen scheppen. Dat is hartstikke lekker. Honger, jongen. Ja. Gewoon honger. Die fuik heeft nog helemaal niks opgeleverd. Dus dat is een beetje kloten. Ja. Toch? Ja, niet eens. Ik had er meer van verwacht. Maar er zit downstream, bij Long Pelham en verderop, er zit wel wat krab en shrimp. Dus kijk, dat is misschien wel, daar is het misschien wel heel goed. Ja, daar moet hij van werken. Hoe dan ook. Trouble. Big trouble. Gaat zo maar door. Wel onbegaanbaar. Ongelooflijk. Glibberig. Ja. Ja. Hoe kan die kajak in godsnaam niet rijden? Ja. Er zijn stukken die wel te peddelen zijn. Denk ik. Ja, maar die grote waterval. Ja, dat is lastig. Die blijft lastig. Ja. Maar ik denk toch zeg maar via het water, een stukje steppen en er langs lopen en alles, dat het beste is. Want zoals dit stuk hier, dit kan je makkelijk doen als je geen bagage hebt. Niks te verliezen. Absoluut, absoluut. Maar het begin daar is gewoon enorm. Ja, maar het begin, daar moeten we eventjes overheen trekken. My flesh, your mind, and my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. Vijf, toch? Vijf. Ja, het is echt zwaar weer, maar het gaat veel beter dan gisteren. Ja. Gisteren hebben we in totaal 3 kilometer afgelegd. Over de afstanden, over de tijd van 7 uur of zo. Dus het schoot echt niet op. Maar vandaag gaat het lekker staan, gaat goed. Precies. We nemen die rappers gewoon. Ja. Je komt er wel doorheen. Misschien met een paar keer uitstappen. Precies, ja. Nu, anders kom je voorop. Nee. Oh. I took a trip to the end of the night. Door. Je voelt hem gewoon zuiver. Ja? Nou ja, dat denk ik misschien alweer bij, maar hij zuigt ook. Dat weet ik wel zeker, Jezus. Ligt jij ook lekker, Paul? Bijna. Slaap ze weg, heb je mee. End of the night. End of the night. Ja, goed nieuws. Onze allesbrander is ermee opgehouden. Vanochtend lekker vroeg opgestaan om
eerste stuk van de rivier te doen. Het water is flink gestegen overnacht. En toen we gewoon alles veranderen, toen we ons ontbijt wilden klaarmaken, toen bleek die gewoon niet te werken. Daar zijn we 2 uur mee bezig geweest, Paul. Ja. Nu moet je terug naar de oermanier. We willen vandaag echt een flinke afstand maken. Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken als we 3 uur bezig zijn om ons ontbijt te koken alleen al. Nou ja, we'll see. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Ben je aan het schuilen? Ik heb een momentje 3000 gemaakt. Ja. Dat maar alleen al. Hoeveel meter zijn we opgeschoten vandaag? 350. 350 meter. Hemelsbreed. Hemelsbreed. Misschien een half kilometer in totaal. En het regent ook. Oké, wat te doen? Ik ben bang dat het nog heel lang zo doorgaat. We hadden ook al gedacht hè, dat vandaag gewoon alleen maar weg was gegeven. Ja. Maar ik denk dat we hier kunnen met de kano niet vanaf. Ik denk dat we de kano in moeten pakken. Ik denk dat het is te veel. Ja. Zien we gaan in de kajak. No way! No way. Nou, we hebben het pad voor het eerste gedeelte van de morgen hebben we alvast gehakt. Ook om even te kijken of er een rivier in de buurt was. En, dat is blijkt zo te zijn. Die stroomt hier links van ons. Het kost heel veel tijd en moeite. Maar als we morgen met de tassen langskomen, dan moet je niet te veel moeten hakken. Want het is echt zo vermoeiend. Volg me. Slap. Ik zal hem weggaan. Nu gaan we terug naar de plek waar we het kamp op gaan zetten. Want vanavond gaan we niet meer verder. Het is vandaag te veel tegenslagen gehad. Om nog een stap te zetten. Ik heb een beetje gedaald. Nee, niet zo. Maar dat is wel. Ik heb het gedaald. Het is nat. Dus kleren zijn allemaal nat. Ik heb een lekker mijn waterdichte zak. Ik heb mijn parang erop gegooid. Alles is nat. De paal die kon niet goed dicht, toch? Dus alles is nat. Allebei ons, bijna ons been gebroken. Ja, dat is echt heftig. We hebben ongeveer na 3 uur over 1 kilometer gedaan. Ja, dat is ook heftig. En nu begint het te regenen. Het regent al een uur of zo. Er komt wel eens bij. Het is geen vuur. Hebben we goed geslapen, Paul, hè? Goed geslapen. De regenbui. De regenbui? Het heeft alleen maar geregend. En alles. Sijpel gewoon via de zijkant naar binnen. En zo dom slaap ze ging. Dat is waar je precies, ja.
Ja, en mijn voeten ook. Dat zeg ik bij dit punt, waar mijn voeten lagen. Toen dacht ik ook van ja, ik heb de hele dag droge voeten gehad. Ik bedoel, het is toch niet zo erg als je één nacht een keer een natte voeten hebt natuurlijk. Godverdomme zeg. Dag 7. En we hebben besloten, gisteravond al, om de rivier de Sungai Dapur te verlaten, eventjes. En een logging road te pakken om langs het ergste van de rapids te komen. En daarna weer de rivier op te gaan, tot aan het logging camp. Maar de kans is dus groot dat als we eenmaal van die logging track weer afkomen, weer naar de rivier komen, dat het gewoon weer een rustige modderrivier is. Wat ook weer betekent dat we vis kunnen vangen. Dat zou ook wel fijn zijn. Ja. En als we een keer vuur kunnen maken weer. Ja, koude havenmout gaat ook de keel uithangen. Koude havenmout is echt niet te kreeg. Maar we waren wel suiker bij gedaan, maar dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker, ja. Maar ja, we hebben smiddags havenmout, s'avonds havenmout, ja. Havenmout. En een stukje beef jerky per dag. Ja. Dat houdt ook wel heel snel op. Dat houdt snel op, ja. We kunnen geen reis meer maken. Well, I've been sitting here drinking. I'm just a lonesome little man. Well, I've been sitting here drinking. So damn exhausting. Ja. Elke stap, jongen, zwaar. Ja. Tegenop. Ja? Wat gaan we doen? Water moet je opgebruiken zodat je het hebt. I told you I wasn't going. Nou, we hebben het gehaald. Zoals je achter me ziet. De track. Die door de bergen loopt. Het was echt een fucking klim. Ik kom er helemaal van. Daar beneden. Alles is nat. De kano is nat. Die weegt er veel meer dan droog. We hadden geen water meer, dus ben ik water gaan halen. Help. En dat was ook echt hoe lang ben ik weg geweest? 3 kwartier. Ja. Door de bos hakken. En dan pas zie je hoe snel je kan verdwalen. Living's on tour, baby. That's right. Oh, lopen in de troop. Met Frank en Paul. Tip 1, begin er niet aan. Doe het niet. Blijf lekker thuis. En waar de klikjes goals koud zijn. Tip 2, zorg dat je benzinebrander doet. Zodat je genoeg eten voor jezelf kan maken. Zodat je gewoon niet zeg maar, bijna van je stokje gaat als je inspanning moet leveren. Tip 3. Tip 3. Blijf thuis? Oh, nee, al. Tip 4, doe het niet. Check je maar. Ja, doe maar. Tip 5. Mijn shirts te drogen, want dan zitten er niet continu van die gore kutbijen op je. Om je zout af te likken. Tip 6, was je shirt elke dag. We hebben nog geen eentje gedaan en ze zijn zo ongelooflijk ranig. Alles is nat geweest en helemaal onder zand en modder. Ja. Alles, echt alles wat je kan voorstellen wat bij ons is. Oh, lekker. Lekker rijst eten zo van. Oh, voor de eerste warme maaltijd in? 3 dagen of zo. Ja? En de eerste maaltijd anders dan havermout. Jezus. Die havermout, jongen, zeker koud. Het begint echt de strop uit te komen. Ja, het enige reden dat ik het opgegeten is omdat je energie nodig hebt. Ja. Zelfs dat 2 keer per dag geeft niet genoeg energie. Precies. Thank you.
alles doet het nog? Helemaal ongedeerd. Jezus. Wonder boven wonder. Holy fucking moly. Dat is een flinke smak. Die steen heeft Paul bewogen. Paul komt helemaal vandaar. Het is een heel tricky stuk. En ik was ook al bijna om mijn bek gegaan. Ik ben zo gelopen de laans, hier beneden. Ik stond daar nog net. Ik wou mijn tas naar jou toe gooien. Precies. En het ging goed, die tas kwam aan. En toen kwam ik uit balans. Toen kwam Paul hier naar beneden zuilen. Poef, zeulen. Poef, poef. Op je tas, gelukkig. Ja, precies. Leeg, Jezus, man. Je had echt alles kunnen breken. Het is zo glibberig hier. Elke stap, jongen, moet je 3 keer nadenken. Dat doe ik ook wel. Mijn ongeluk zit in een klein hoekje hier. Fucking hell. Je voet zat verkeerd om. Oh, kut. Doe je het expres? Dat is veel te zwaar. Ja, inderdaad. Dat is het ook gewoon. Als je helemaal gaat, trekt dat ding je gewoon helemaal mee. Kom, man. Ik ben blij dat je ongedeerd bent. Ja. Ik ook. Jezus Christus. Ik ga laten zien. We hebben 8:31 staan. We zitten nu. Ja. We zijn zeg maar die track zeg maar hier. Nog een kruisje naar die track gelopen. Toen weer vanaf de track. De punt aan. 8:31 punt. En morgen gaan we dan met de kano weer verder. Deze rivier langs. De Paul. Bijgekomen. Ja. Een val. Ik voel me enorm levend. Dat begrijp ik. Live. Dead. Still alive. Zo die netvlies gebrand, joh. Wat een val. Wat een ervaring. Ja. Maar ja. Nou, wat je zei, als je het kan navertellen, is gewoon. Is het een ervaring. Precies, ja. Neem niemand meer van jou. De rapids gehad van vandaag. Dat is echt fucking heftig. Er is zoveel water in de rivier. Het is gewoon een rivier die waarschijnlijk normaal gesproken redelijk goed begaanbaar is. Het is gewoon nu echt veel te zwaar. Ja, het komt gewoon echt super snel. Ja. Ook als je niks doet, dan ga je al 3 kilometer duren of zo. Ja, en het is ook allemaal rare tegenstromingen. Ja. Rare golven die kolken. Soms zitten gewoon vast op één plaats. Draai je gewoon half in een kolk. Op een slaat er ineens zo'n enorme golf over de boeg. Ja, het is echt heavy shit. Het ziet er echt van afstand koekie uit. Maar er zijn zulke rare onderstromen. Er is een drop hier van een meter. Daaronder, daar kolkt het water gewoon. Het is zo ongelooflijk verraderlijk. We moeten hier bijna uit die kringen zijn. Ja, open. Je moet er goed komen. Dat kan niet lang meer duren. We'll be right back.
daar. Ja, je ziet het niet zo goed. Maar het ging super goed. Er is een enorme bubbel met water daar. Over zo'n steen heen. Super link. Nu komen we in één keer weer in zo'n vallei. Check it out. Van een rust. Palmen. Nou, ik zie daar weer een drop. De rivier blijft maar droppen en droppen. Het gaat maar omlaag. We nemen de ene heftige naar de andere heftige stroming. Ja. Zeg even een stroomversneller. Telkens dit, dit moet de laatste zijn. Nu moeten we op gewoon een vlakke rivier komen. Maar... We zitten al... Kijk om je heen. We zitten al op 800 meter. Ga maar omlaag. En heftig ook, het water is zo heftig. We zitten de hele tijd helemaal vol tot aan het randje. Ja, soms zeggen gewoon stil midden in de rivier. Zo heftig. Ben je het eigenlijk een beetje zacht genoeg van? Nou ja, het is gewoon link. Elke keer is weer link. Elke keer is weer je leven in de waarschaal leggen. We willen nou gewoon even weer rustig in de rivier. Even voor de afwisseling inderdaad met de pedalen. Wat stress. Maar het schiet wel op, dat wel. Ja. Beter dan lopen. Nou ja. We zitten gelukkig in een logging camp. We kunnen hier waarschijnlijk vanavond blijven pippen. En hier daar is de winkel, maar die hebben we al gefilmd. En we hebben wat informatie ingewonnen. Een hele aardige mensen hier. Ja, dat is heel vriendelijk. Informatie ingewonnen over het plan. De kaarten. Het ziet er goed uit. Wat we horen is positief. Als het een beetje mee zit, komen we gewoon in Lombanga aan. Ja. Komen we op eigen kracht het dorp binnen, dat is wel heel tof. Ja. We hebben denk ik wel echt een paar kilometer door de jungle hakken gewoon. Ja, een paar. Beschermde jungle. Maar ja. Oh, heel graag. Nee, niet nee, hè. Bliksem ook. Nou ja. En nu is de vraag, wie gaat ons uitnodigen voor het avondeten? Chicken. Lekker. Toch, Paul? Super. Ik ben even in trance. We staan hier toe... Van Barrio? Van Barrio toe de... Wat is het? Toe de... Lombanga. Goed, dat is waar is vast van te staan. Ja? So nobody has ever gone from Barrio to here? No, no, no. Too dangerous? No. That's good. It's a medical boy one. Okay, Paul. Good, ready to go? Hier zijn we weer. Afscheid van dapper kant. Afscheid. Goodbye. Bye. Let's go? Yeah, see you later. We zijn net keihard omgeslagen met de kajak. Dat was heavy. Dat wil je echt niet nog een keer meemaken. 3-4 seconden onder water in een kolk. Ik kwam gewoon niet boven. Toen kwam ik boven, had ik naar lucht. Toen was ik echt al 10 meter verder van de kajak verwijderd. Ik had een pedal onder in mijn hand. En Paul die is ook nog ongedeerd. Ik kon hem met de kajak vastgrijpen. Gelukkig. Of die ook ergens who knows where. Ja, anders de boven. De kajak werd van ondergezogen. Zo heftig is het water.
Dag 11. En het geluk lag ons toe. Inderdaad. Een fuelbottle teruggevonden. Die waren kwijt. Fuelbottle vergeten, gisteren op een plekje. Stop. Ja. Gelukkig heel dichtbij. En de rivier is echt een half meter gedaald. Ja. Dus we kunnen nu gewoon weer in ieder geval langs rapids klopen in plaats van voor niks. Ja, en over rapids zelfs. Ja. Maar dingen die gisteren echt onmogelijk waren, die zijn nu gewoon wel weer mogelijk. Ja, nu weer een kwartier gedaan. Gisteren dachten we dat we de jungle moesten. Ja. Zo Paul. Alles goed? Mooi strandje, hè? Ja. Nou, we zullen even slapen. In de jungle. We zijn nu door de jungle aan het hakken en lopen. Paul is nu even water aan het scoren. Het is fucking zwaar. Ik heb geen idee waar we precies uitkomen. We weten alleen dat de rivier... wat is het? Westelijk van ons ligt. We proberen. Hier zijn we ergens. Bruine streepje. Het zuiden te lopen naar deze rivier. Want dit is echt een duidelijk een canyon. Waar we gewoon niet langs kunnen met de kano. En ook niet langs de rivier kunnen lopen. Jungle Paul. Zwaar. Zo zwaar dit. Ongelooflijk, hè? I could tell that day was mine. From now on. Wel leuk. Bij de rivier, dat is de Patang Barang, heet deze. De rivier is zo fucking wild. On fucking believable. No way dat we hier met de kano doorheen gaan. Dat blijft maar zo, Paul. Ja, okay. De jungle is gewoon zo zwaar. Dat is de grootste andere optie, want het drinkt sowieso. Ik denk ook. Zo lastig. Ik heb echt 3 dagen helemaal niks op te zijn geschoten. We hebben nu eindelijk meer dan 1 kilometer, ja, om de hoek gaat ook door, van wat beter begaanbaar water gevonden. Vandaar dat we de kajak weer gaan opblazen. Ik kan eindelijk weer een stukje varen. Hopelijk dat het gewoon lekker rustig blijft. Ja, rustig, relatief rustig. Ik moet op een gegeven moment ophouden die rapids. Dag 13 is tot ten einde gekomen. Het is overleefd, jongens. Inderdaad. Laatste rapids die we hebben gedaan. Ik zie dat op de achtergrond. En een plaatje. We zijn links, hebben we links aangehouden. En er viel mee. Ja, dat is goed te doen. De achter is voor morgen. Morgen nieuwe dag, nieuwe zorgen.
nu we die whisky gedaan maken. Inderdaad, de laatste beetje. Kampeerstrand. We hebben echt weer een mooi plekje, Paul. Ja, zeker weten. Een palmpje erbij. Fucking hell. Fish. Wat een beest, hè? Geen idee wat het is. Nou, het gaat wel op. Het hele lange, dun lichaam. Ja. Hey. Netjes, man. Ja, nou, we hebben geïnvesteerd in even wat vishengels uitzetten. Toen we hier aankwamen. Dat heeft dus nu al ons geen windeieren gelegd. Dat is nummer 2. Vis nummer 3. Nummer 3? Super. Hey. Een mooi beest, hè? Het zijn mooie beesten, ja. Hele rare langwerpige meervallen. Dag 14. De jungle begint aardig terug te knokken. Alweer last van zijn poten. Paul ook. Ook een beetje erg. We zijn er niet blij mee. Fijn. Ik heb einde en het is echt te hebben erg. Vandaag hopen we een goede afstand te kunnen doen. Dat hopen we elke dag. Het is echt veel zegt het ook. Oké, back on the river. En hoe? Het gaat hartstikke goed, hè? Ja, het gaat echt lekker. 2 kilometer hebben we gedaan, na anderhalf. In een half uur, hè? Half uur. Minder dan een half uur. Ja. Geweldig. We hebben een paar rapids genomen. Maar het is allemaal niet zo hoog als eerst. Nee, het is stukken beter. Stukken beter. De wier stroomt wel enorm verraderlijk hard. Verraderlijk gewoon. Als een slang. Als een slang. Oh, wat een opluchting. Ja, echt. Heerlijk. We hebben nu al zoveel gedaan, jongen. Zeg, ja. Dat is niet normaal. Ik denk dat dezelfde afstand vandaag hebben gedaan die we gisteren hebben gedaan. De hele dag. Met lopen en rapids nemen. Ongelooflijk. Wat een opluchting. Ja, echt. Het ziet er goed uit ook, voor de rest. Ja, nou, in ieder geval wat we kunnen zien. Beter, joh. We hopen dat het zo blijft. Tot aan de Sunday Oka. Maar echt, van, we zijn nog geen 40 minuten bezig. Ja. Het is wel hartstikke goed. Heerlijk. Ja, volgens de surveyor in het houthakkerskamp zou hier ergens een dorpje zijn. We zien wat bouwsels. Teken van leven, maar niet echt recent leven. Maar ook nog belangrijker, zeker geen mensen die ons in een soort van footpath richting Long Benguar kunnen aanwijzen. Ja, dat is behoorlijk groot, ja. Ja. Goedemorgen, Paul. Morgen. Dag 16.
Ik zei dag 16. Ja. Een probleempje. Wat zei je? Een probleempje. Wat voor? Een teen. Een rechte grote teen. Het is ermee. Ja, die is fuck, weet je. Echt waar? Overbelast raakte wel gisteren, denk ik. Maar we kijken wel. Ja. Even kijken of ik erop goed op kan lopen. Ik heb verband. Ja, het is echt een nagel. Die zit echt in. Maar... Dat is kut. Ja. Maar even kijken. Misschien dat het wel als te warm loopt of zo. Ja. Maar we houden het even in de gaten. Dus we moeten even kijken. Nou, dag 16 begint al goed, dus. Ja, precies. We hebben een vreselijk dilemma. Dilemma 1. We kunnen het pad niet vinden. We zitten nog steeds in ons kamp. Kamp 15? 16? 15. Het is dag 16. Er zou hier een pad moeten zijn. We kunnen het pad niet vinden. Dilemma 2 is de teen van Paul. Een enorme pusbel. En een grote teen. Van gisteren gewoon. Ja, de jungle. Trekken met bepakking. Gewoon helemaal overbelast geraakt. En niet geïnfecteerd te worden. Deze bol. Elke stap die ik zet. Mond op mij. Het ziet er niet goed uit. We waren nog een poging om een pad te vinden. Het is tevens om even te kijken hoe het gaat met Paul's voet. We willen het nog een keer proberen om te kijken of we echt niet zeg maar, nog door kunnen. We hebben Paul net helemaal volgestopt met aspirintjes. Dit is de eerste gedachte, Paul. Je ontziet hem ook heel erg, inderdaad. Ja. Nee? Ergens hier moet ik het pad dit riviertje overkruisen. Als de kaart klopt. Maar ik heb een heel stuk gelopen al. Schitterende riviertje. No way. Jose. Het is echt de laatste optie. Ik loop nog een stukje verder. Anders is het gewoon sloes. Het is heel kut. Ik vind het heel kut voor Paul. En voor ons beiden dat het echt zo moet eindigen. Misschien hebben we geluk. We zijn net in een truck gestapt. Eigenlijk om naar het logging camp te gaan. Inlichting in te winnen. En toen zaten we bij die kerel in de blauwe, donkerblauwe shirt. Ik spreek gewoon Engels, wonder boven wonder. En die is van plan morgen naar Long Perewang toch aan. Hij komt er vandaan ook. Hij komt er ook vandaan. En je ziet ook, zijn vader ook waarschijnlijk. Een enorme dart. Met allemaal traditionele parangs. Dus hij bood aan. 3 uur lopen dat we mee konden lopen. Vallen was prima. Dat is echt een meevaller. Zeker weten. We zaten even zonder opties. Ja, ja, we zaten optie naar het logging camp. Ja, precies. Oh, dat zou ik blij zijn. Laatste moment.
Ik zou blij zijn. We hebben de hele dag gewoon rondgedold en op zoek naar het pad. Echt gewoon geen 5 minuten later we moeten vertrekken, anders hadden we die hele truck gemist. Ja, inderdaad. Kom maar aan en de truck die kwam aan. Echt een split second decision om toch maar in te stappen. Ja. Ongelooflijk. Heel heet. Heet. Zo, waar zijn we dan? Kamp op het kamp waar we in dat. Ja, we precies 2 dagen geleden ook waren. Ja. Toen was hij nog uitgestorven. En nu zijn we met wat mensen van Long Pelawan. Of Long Berwang. Berwang. Geweldig. Lekker een trek door de regen, hetzelfde trail die we ook eerder hebben genomen. Dus. Precies, ja. Dat is precies dezelfde trail. Daar heb ik alles voor niks gelopen. En zij lopen vanaf hier lopen zij naar Long Berwang in 3 uur. Ik ben benieuwd of wij dat ook redden. Nou, waarschijnlijk niet. Maar ze zijn wel dat nog een beter pad, hoor. Ja, het was een beter pad dan dit. Ja. Dan maar hoe dan ook, wat een omslag is dit, hè. Dat was een keiharde bikkeltop van een uur. Uitglijden, ik ben 100 keer om mijn bek gegaan. Achterover zo, bam, om mijn rugzak. Ik ook. Iedereen lag van de auto. Ja. Een paal met zijn poot. Ja. Ja. Mijn schoenen zijn ook niet meer echt... Dit hangt alleen maar door tie wraps hangt het nog aan elkaar. Alles beter dan een verrotte teen zoals Paul. Maar het gaat wel iets beter. Dat gat dat ik erin heb gehoekt, dat... Het is een beetje leeggelopen, heb ik het idee. Er zit minder druk op. Lekker verhaal, joh. Ja, hè? Ik heb bijna gefilmd, joh. Laat je moeten doen. Ja, even doen. Maar we zijn er wel. We mogen dus 1 dag lopen naar Long Berwang, jongen. En dan hebben we het toch gered. Dan zijn we er. Want het is, dat is nou, ik kan ook bijna niet meer missen. We zijn zo dichtbij om op te geven. Ja. Ik zat al op het punt, jongen. Ja, precies. Ongelooflijk. Nou, dit is onze slaapplaats. Dit is Alfred. Yeah. What is your name? Mois. Mois? En Paul. Een kampvuurtje is er. De shirts zijn aan het drogen. Geweldig. Ik kreeg ook nog wat te eten. Denk ik wel. Ja. Misschien wat vleermuis. Precies, ja. En hier slapen vanavond. In de hut. Gezellig, met z'n allen op een rijtje. Precies. Maar wel zo cool. Een cadeautje gegeven. Dat is een muziekinstrument, ik kan wel nog een keer. Precies, ja. Ik ben er heel blij mee, in ieder geval. Good night, Paul. Dat is regen maar. Good night. Sleep well. Ja, we gaan nu lekker slapen. Lekker knus dit maar. Echt super knus. Dan zien we erop. Op hout. Nou ja. Dat is iets anders dan een hangmat. Wat rusten. Rust, Paul. Ik rust ervan. Gaat beter.
Oh, koffie. Wordt echt verzorgd. Ik kan ook niet goed slapen volgens mij door de hoeveelheid suiker in het systeem. Inderdaad. Met de buzzer. Ja, joh, het duurt zo lang. Ja. Ik had ook niet eens slapen. Nee, precies. Dat is echt gewoon die slapers van weg. Ik zit alleen maar op de planken hier zo. Tjonge jonge. Wacht, er ligt op zich redelijk. Er ligt er eens een tak ietsje hoger. Ja. En echt na een kwartier voelt het echt alsof je ermee geslagen wordt. Gewoon. Ja. We zitten nu op de walking track naar Long Berwang. Paul komt er zo meteen aan. Ik ben vuil, Paul. Wat? Ik ben helemaal vuil. Wie, ik? Ja. Ja, ik dacht, ik zeg het even. Wat dan? Waar zit het dan? Vuil. Waar dan? Je hebt gewoon vuil. Zo? Ja, op je wang. Zo? Op je wang. Andere? Ja. Vuil. Je bent vies, Paul. Waar dan? Heb ik er niks aan? Je hebt ook wat. Je zit ook helemaal onder. Gadverdamme. Ja? Nee. Ik heb hem net gewassen. Gisteren ik ook. Nog. Ik ook. Maar toch ben jij vuiler dan ik. Ik ga gewoon vaker op mijn bek. Oké, we zijn al 5 uur aan het lopen, Paul. 6 uur. Nou ja. Fucking hell. Moet de locals 4 uur overdoen. 3 uur? 3 uur. Doe hij met die volle verpakking. Nu al 6 uur over en ik heb geen idee waar we zitten. En de trail is zo lastig te volgen. Het is echt een kwestie van... Dit is afgebroken. Dit is daarnaast niet afgebroken. Dit. Daar komt een beetje op neer. Het zijn dit soort takjes. Waar we op letten. Die hebben ze met een paar rangen geknipt, gesneden. Het is zo zwaar. En we zijn allebei helemaal beu eigenlijk. We hebben echt veel te veel gelopen. Het is hartstikke geweldig dat we de trail eindelijk hebben gevonden, maar we hebben ons wel een beetje ingesteld om het vandaag nog te halen. Dus als het nu eruit ziet, gaat het gewoon niet lukken. Dus er wordt weer een karige maaltijd van rijst en de vieze kruiden die we erover hebben. Karig. En het duurt nog maar even voordat er weer regen weer komt. Dan wordt alles nog glibberiger dan het al is. Dus al met al, goed nieuws van het Borneo-front. Not. We zijn verdwaald. Nou, niet echt verdwaald. Maar we weten de weg niet helemaal meer. En het pad niet vinden. Nee, precies. Het pad is tot dan hier is er heel duidelijk. Hele mooie zuidoostelijke beweging. Maar vanaf dit punt gaan we iets van 3 paden die eigenlijk allemaal doodlopen andere kant op. En het is echt lastig. We hebben weer een pad gevonden. En nou Paul even gevonden. Ja. Ja. De pad vinden, hoor. Ja, nou ja. Beetje. Dus echt... Het moet hem voor zijn, het eerst eigenlijk een beetje duidelijk ook. We komen allemaal kampen tegen en ja. Kampvuren. Het is richting zuiden. En het ziet er ook weer uit zoals eigenlijk het punt waar we het helemaal kwijtraken. We're back on track. En het gaat goed. Het pad is hartstikke mooi. En dit kan echt bijna niet missen. Het moet gewoon de weg naar Long Berwang zijn.
deze meneer zijn we tegengekomen op de track naar Longberuang. Zaten toch goed. Heel veel getwijfeld. Maar nu we deze meneer tegenkomen, weten we het zeker. En hij heeft al van ons gehoord. Hij wist dat we van Barrio kwamen, van Raman. Die we dus gisteren tegenkwamen. Eergisteren. En het begint prompt rijst voor ons te koken. Het is echt helemaal super. Zo aardig. We gaan nu dus proberen hier de Sungai Beruang te volgen naar Longberuang. En hij raadt ons af. Ja, hij raadt het ons af. Dat het heel erg klein en bochtig is. Maar ja, ik denk als het zo eruit ziet, jongen, dat is geen probleem. Het sleept hem wel. Precies. Zoiets tegenkomen als dat. Dan is gewoon kwestie van even langs lopen en overheen slepen. Dat is geen probleem. Maar we hadden die beslissing genomen vlak voordat we die meneer tegenkwamen. Omdat het pad weer onduidelijk werd. Echt weer, zat weer een kwartier te zoeken eigenlijk. En dat is heel vervelend. Ja, nu zouden we het gewoon wel achter hem aan kunnen lopen. Maar ja, nu hebben we de beslissing al gemaakt. We gaan het gewoon doen. In stijl gaan we Longberuang binnenkomen. Of niet, Frank? Zo is het, Paul. Hier zijn we al gekomen. Precies. Well, thanks to him. Yeah. Him. We have a lot of rice. Too much. And it's very good. Droge rijst met zout. En geweldig. Zo ongelooflijk aardig allemaal. Yeah. Lijkt een vuurtje gemaakt. No time of the clock. Ja. Nou, echt super. Lekker aan het eten. When the rains came down in the hollow, playing a new game. Back on track. En hoe? Geweldig. Mooie riviertjes. Ja, echt geen stijl. Beetje, nou, niet in stroomsnellingjes, maar gewoon waar het lager wordt. Dan stap je het uit en sleept het over. Ja. Maar het stroomt allemaal lekker rustig door. Ja. Veel diepe stukken. Geweldig. Het is sowieso veel comfortabeler. Ja, de snelfactor. Ja, inderdaad. Alright, let's go. Ja. The Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Hiding behind a rainbow's wall. Oh, heerlijk man, om in die boot te zitten. All along the waterfall with you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl. Gaat het lekker, Paul? Het gaat goed, ja. Ik ben echt een lekkere afstand. Precies. Het zijn geweldig, leuke riviertjes. Een stukje beter lopen. Een kilometer gedaan al. Ja, zeker. Soms moeten we over dit soort stroompjes heen trekken. Maar fuck it. Het gaat hartstikke lekker. En het schiet op ook, volgens mij. Dat kan niet anders. Inderdaad. Ja, het stuk heel hard, hoor. But the film is a sad thing for. But she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools. Paul. You made it, man. You made it. Fighting in the dance hall. Take a look at the long man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling shallow. Is there life on Mars? How are you? We got lost in the jungle. Wrong path. So stupid.
things on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. I think you two are the first men, and the first men to come down from Barrio by through the river. So we set the record. Yeah. Hiking in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the law man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's done the best-selling show. Is there life on Mars? HBO.